Meneer Beurtema, de PVV krijgt niet vaak gelijk, maar in dit geval, als het gaat om de eindtoets, de CITO-toets, zeiden we, dan heeft u uiteindelijk gelijk gekregen. Heeft wel een hoop slachtoffers gekost. Nou, de PVV heeft wel vaker gelijk hoor, maar in dit geval was het gelijk wel ontzettend groot. Ik heb er altijd voor gepleit om de toets voor het adviesgesprek van de school te doen. Waarom? Omdat die onderwijzer, die leraar, heeft dan een objectief instrument in handen waarop hij zijn advies kan baseren. Nou, van Paul van Menen moest dat per se omgekeerd worden van D66. Zo is het gebeurd. De PVV was de enige partij die zich daar altijd ontzettend hard tegen heeft verzet. Want het brengt heel veel ellende met zich mee. En nu ja, vandaag begrijp ik dat de coalitie om is. En ze presenteren dit idee alsof het hun idee is. Terwijl ik al vanaf 2013 de ene motie naar de andere heb ingediend. Die D66 altijd heeft afgeknald. En nou ja, nu gaat Paul van Menen er met een PVV-idee vandoor. En daar ben ik blij om. Want al dat inzicht is natuurlijk hartstikke mooi. Maar ik vind het wel wrang dat PVV-ideeën, hoe goed ze ook zijn, altijd worden afgeschoten omdat ze kennelijk uit een hoek komen waarmee die partijen het ideologisch niet eens zijn. Hoeveel schade heeft dit opgeleverd? Wat was het knellende probleem? Dit heeft heel veel schade opgeleverd. Er waren heel veel ouders die zoveel druk uitoefenden op die leraren dat er een te hoog advies uitkwam. Dat leidt tot ellende in het vervolgonderwijs, tot een drama voor die kinderen omdat ze het niet bij kunnen houden enzovoort. Maar andersom werkte het ook. Die kansarme kinderen kregen van die leraren vaak een te laag advies omdat ze dachten, ach, hij kan het toch niet aan. Terwijl uit de toets bleek, die te laat kwam, dat die kinderen het wel degelijk aankonden. Dus het werkte ook nog eens heel erg segregerend. Daar heb ik altijd voor gewaarschuwd. Hebt u een telefoontje gehad van Van Menen of D66? Nee, was het me waar. Het ging nog veel gekker. Vandaag om 10:00 stond er een debat gepland over dit onderwerp. En waarschijnlijk vermoedde de coalitie al dat ik een aangehouden motie die precies dit wilde bewerkstelligen, dat ik die nog een keer zou indienen. En daarom hebben ze gezegd van weet je wat, we hebben een meerderheid om dat debat te schrappen. We doen het gewoon niet en we gaan gewoon onze eigen goddelijke gang. We gaan eerst naar het AD toe en daar stond het vanmorgen uitgebreid in op pagina 1. En vervolgens werden wij dus gewoon als Kamer, ja, eigenlijk voor joker gezet, want het debat was al geschrapt.